Het is zaterdag 28 augustus, DVS 33 Ermelo tegen Staphorst. Gelijk de bal van achteruit richting Stef Nijland. Roemion op de uitgezeten en blijft wel uiteindelijk in bezit van DVS. Versnellen, zoekt zijn man op. Nu Harry Pinacci met de ruimte, randje 16. Wordt gehinderd, gaat nog proberen te schieten. Nee, balletje naar Ali Akla. Ali Akla. Oh, mooie actie! Onder de voet. Oh. Net iets te ver voor zich uit, maar wel... Is de mogelijkheid voor mogelijkheid. DVS? En de bal gelijk goed terug heroverd. Mogelijkheid in de zesde minuut. Houdt goed de bal gedaan. Binnen. Wingback mee naar voren. Voorzet, nee. Roemion, ja! Doelpunt! Assist van Vint Kluiver. Goede actie van DVS aan de linkerkant van het veld. Vint Benjamin Roemion. En tik binnenkant, Baal binnen, 1-0. Goed, goede bal. Ik dacht dat hij net, ik wist niet of hij helemaal goed zou uitkomen, maar dat lukte. Met de binnenkant richting de verre hoek. Inworp voor Staphorst. Haanstra. Bonkige spits. Het was Jeremy Jonker die moest wegwerken daar. Ja. Haanstra. Handig. Combineert daar. Gaat ook schieten. Nee, oh, er komt een kans aan. En daar is de 1-1. Nummer 22. Sander de Grote. Geen buitenspel. Beetje rommelig voor de goal van DVS. Allemaal net van half duels. Je voelde het een beetje aankomen. De bal ging niet echt, kwam niet echt goed weg. En die Haanstra die kreeg een combinatie aan. En uiteindelijk komt de bal voor de voeten van de Grote. En die met een rolletje eigenlijk onderdaan door. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja, in de goal. Er nog dichtbij, nou ja, 1-1 hier. Roemion kan gaan versnellen. Via... Goeie buitenkant. Goeie bal, rechts. Nu Akla de bal aanvallen en gewoon gaan schieten. Kap. Eén kap. Oeh. Geen mens. Was op de benen van Muis. Weer een goede kap van Ali Akla, maar geen goal. Veenhof. Van Hilte. Wil het voetballend oplossen. Dat lukt ook. Nu Akla. Kort op de uitgezeten. Dat is een overtreding. Duwen in de rug. Snel genomen. Van Hilte. Nikke van Hilte. Nu moet je naar binnen toe. Achterin is Stef. Helemaal op de 16. Goeie aanname. Oh, jammer. De bal stuiterde. Komt een stuitje naar hem toe. En daardoor was de controle lastig. Maar goede hervatting snel van Akla. Nijland wipt hem richting Roemion. Gaat met ruimte. Ai. Boom. Wel op de goal, maar niet hard. En verrassend genoeg geschoten door Stef Nijland. Tegen Ajax had hij dat ook een moment dat hij... Zijn schot niet zo hard was. Mooi strakke bal, Evre op Stef Nijland. Kluiver, kan hij daar wat mee? Goeie voorzet. Paal, oh. Maar, nee, niet tweede paal. Is hoog genoeg, maar te scherp. Wow! Mooie vrije trap, Dito redding. Maat zat er goed bij. Zo. Hij vloog. Hij vloog hem en hij tikte hem uit de linker bovenhoek. Vindt Kluiver even aan deze kant. Controleert de bal. Geeft de bal ook keurig aan Quincy Veenhof. Moet naar zijn linker. Ligt een beetje onder hem. Deze bal komt niet bij Stef Nijland. Nu moeten ze in de omschakeling. En daar is Staphorst voor gekomen om in die omschakeling toe te slaan. Buitenspel. Dat is buitenspel. Stef Nijland niet. Kijk eens, kijk, keeper uit zijn goal. Ja, daar komt hij. Oh, de goal was leeg. Maar het was een lastige hoek. Je zou toch zeggen van Stef Nijland, die moet je maken. Ja. Dit is goed van Stef. Ja, dat is een goede bal. Kan Quincy Veenhof daarbij? Ja, er komt Nicky van Hilte ook erbij. Achterin, Benjamin Roemion. Die verdenkt zich in één keer. Oh, voorlangs. Weer een goede mogelijkheid voor DVS. Veelvuldig aan de bal en... Nou ja, misschien dat de Staphorst ook wat vermoeid raakt.
Kijk, daar kruipt hij voor. Roemion. Kort en snel draait. En achterin is daar Nicky van Hilten. Moet scoren. Oh! Jochie. Wat een kans zeg. Maar wat net binnenkant je voet. Kan hem zo in de bovenhoek schieten. Maar ja, raakt helaas. Een beetje op zijn scheenbeschermer of op zijn enkel of zo. Goeie kans. Beseft hij zelf ook. Hier in Ermelo. Ook weer de tweede helft van start. Staphorst, Muis met de bal naar Mulder. Het is balverlies. Ik kan DVS misschien wat mee. Roemion gaat afwerken. Maats weet hem te keren. En nu langs een paar lijven van Staphorst weer Evre. Aanvoerder Evre naar Akla. Handig weggedraaid met wat risico. En weet hem bij Steffen Heiland te krijgen. Bal naar Kluiver. Voorzet. Bij Benjamin Roemion. Vizier iets te hoog. Maar, Kruiseer. Eroverheen. Veenhof kan hij die aannemen. Dat lukt. Maar kort op de huid gezeten. Een hakje naar Hayri Pinacci. Met een goede nu dan aanname. Kruiseer wil Pinacci inspelen, maar dat mislukt. Het was een goed schot van Hayri Pinacci, nummer 6 van DVS. En Kruiseer daarna. Stef Nijland. Vindt Kluiver eroverheen. Bal gaat naar Ali Akla. Stef Nijland. Kan die Benjamin Roemion ertussen krijgen? Ali Akla. Oh, wat een heerlijk hakje. Stef Nijland. Ali Akla. Kap nog een keer. Wat een kans. Maar wat een mooie actie van Stef Nijland. Hij wipt hem over hem heen. Ja, maar mooie kansen daar. Maar nog geen doelpunt. Daar winnen we niet mee. Het is Stef Nijland die 70 minuten prima gevoetbald heeft. Een aantal mooie kansen gecreëerd. Zelf niet tot scoren kwam, maar nu dan RN. DVS wil druk zetten. Ondertal nu voor Staphorst. Lange bal. Kan Van der Brink daarbij. Geen overtreding, vindt de Brito Rock. Niet te lang bij stilstaan, zegt de trainer ook. Peter Wesselink, doorvoetballen. We hebben een doelpunt nodig. Nu speelt hij Ern in. Goede aanname. Ook goede bal hoor. Naar Veenhof. Maar niet echt lengte voor de goal. Strakke bal voor. Oh, Benjamin Roemion. Nu dan misschien erachter. Randje 16. Kan er... Nee. Het is Luchterberg die eruit gaat. Goed dichtgelopen door Roemion. Speelt daarbij de bal. Ook gelijk diep gespeeld. Veenhof kruist er voor langs. Nu misschien. Puntetje. Blijft die bal... Oh, van de doellijn gehaald. Jongen, jongen. Je hebt van die wedstrijden. Kruiseer die helemaal vrij staat. Roemion draait weg. Kan hij bij een DVS komen? Tweede instantie zelf, maar hij gaat op de bal staan. Nu Van Hilten, maar wordt in de rug gelopen. Geen overtreding. Van de of krediet naar Sander de Grote. Bal overgenomen door DVS. Roemion kapt. Roemion gaat kappen. Nou, nu dan. Die komt hij op het komen? En... Jongen, jongen, jongen. Quincy Veenhof. Ja, Quincy Grotere Veenhof. Kansen krijg je niet hoor. Vorige week in Amsterdam. Lukt het hem niet om de wedstrijd op slot te gooien. En nu lukt het hem niet om de wedstrijd te beslissen. Haanstra naar Luchtenberg. Dat is een goede bal. Oeh, wat een geweldige redding. Oeh, nog steeds gevaarlijk. Nee, kan nu worden weggewerkt. De bal kan ook binnengehouden worden. Door Kruiseer. Ern, geen balverlies daar. Doet hij niet. Jonker. Nu dan. Roemion. Nee. Voetje ertussen. Maar weet bal is wel, te kort. Naar nee, Quincy Veenhof te brengen. Over de voet heen. En een penalty. Ja! Een penalty! Penalty! We gaan hier een spannend dying seconds van deze wedstrijd meemaken. Zuur voor Staphorst. Maar de beste man van Staphorst staat in de goal. Weerman
loopt richting een assistent. Romion heeft die bal gepakt. Beste man kon er niks aan doen. Duidelijk niet eens met de penalty. En het is Benjamin Romion. Normaal gesproken is het Ali Akla. En die scoorde vorige week. En nu is het de verantwoordelijkheid voor de drie punten. Terwijl de teller al op 90 minuten staat voor Romion. Komt-ie! Ah, je pakt hem ook nog! Het wordt de man of the match! Die keeper. Terwijl de speaker denkt dat hij er al in zit. Is het zo'n wedstrijd? Wat is dit, hé? Een geweldige reflex van Jorik Maats. En eigenlijk was de penalty ook niet heel slecht. Maar die keeper die pakt hem geweldig. Maar Maats. Die jongen die keept een geweldige pot. Is de keeper van Staphorst. Zo. Ja. Romion nu aan de bal. Maar vecht voor elke meter. Kan hem aannemen. Maar het is daar druk. Van Dijk. Jonker. Jurien van der Brink. Nu bal richting Quincy Veenhoff. Die stond daar wel vrij. Die kan ook weg en voorlangs kruisen. Nu overzicht houden. Veel tijd. Dat is niet fijn als je zo'n voorzet aflevert. En daar is het meteen ook klaar mee. DVS verspeelt hier punten.